Nou, zoals je nu ziet, sta ik nu op het Gelderlandplein. Dat is helemaal nog steeds intact met al die oude huisjes. Zoals je ziet, hier zie je nog de, zit nou hier, allemaal nog oude huisjes die nog steeds intact zijn. En dit is het Gelderlandplein. Dat was het vroeger waar we speelden. Dus hier ben je nog steeds in het oude plein. Hier. Want hier staan nog steeds de oude huisjes. En hier heb je het huis waar Maria Heukelen woonde. Deze oude huisjes. En als ik nu draai, ga ik naar de Doesburgstraat. En die komt eruit op de Algemaanstraat, zoals je ziet. Er wonen al veel buitenlanders. Dus zodoende zie je dat. Ik sta nu op het Zevenaarplein. En zoals je ziet, is dit de straat nog. Maar de school is verdwenen. Hier stond onze school. En zoals je ziet, is er nog helemaal niks meer van over. Er zijn nog nieuwbouwhuizen. En dit is allemaal nieuwbouw. Ik ben nu. En dan ga je weer naar de oude Zevenaarlaan. Zoals je ziet liepen wij hier altijd naar school. En daar heb je weer het Gelderlandplein. Ik sta nu bij de oude Philips kantoorschool in de Bezemstraat. Op het einde van de straat had je die school. En als ik nou een beetje draai, dan heb je die school er staan. En die stond naast het klooster. En daarnaast was ook nog een school. Ik weet niet of dat was de protestanten geworden. Hier heb je ook nog een school op het eind van de Wezenstraat. Zoals je ziet. Hij is er nog steeds. En daarnaast het klooster om te lopen. Dit is het klooster van de nonnen. Hier hebben wij altijd de Ridderschap in de Wezenstraat. De nonnen die hier. En daarnaast zie je, als je goed kijkt, even kijken of ik erin kan zoomen. Als je goed kijkt, zie je daar Koenraadlaan komen. Het oude sparrenwinkeltje is er nog steeds. Oh, leuk. Maar nu ga ik draaien. En dan zie je dat daar allemaal nieuwbouw naast gekomen is, hè? Naast het sparrenwinkeltje. Hier begon de Ekkerweg. Naast het sparrenwinkeltje Zwarte Pad. Daar ga je verder. En daar heb je al een grote snelweg.